Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag ga ik een keer niets repareren, maar meer uit elkaar halen. Ik heb deze Fleischmann trein op een beurs gevonden. Was bijna helemaal in onderdelen. Ik heb hem inmiddels voor een groot deel in elkaar gezet. Het is duidelijk, deze is gebruikt als pluklok. Het is een DRG Baureihe 01. Dit is een van de eerste standaard series geweest van de Duitse spoorwegen om dus een standaard stoomlocomotief uit te brengen voor heel Duitsland. Hij werd gebruikt voor sneltreindiensten en kon tot 130 km per uur. Dit is de Fleischmann versie. Hij heeft in zijn leven in ieder geval genoeg olie gehad, want het is best een greasy, plakkerig ding geworden. Nou, deze, even kijken. En je ziet al meteen aan de onderkant, hier hoort nog een wielerset te zitten van twee voorwielen en hier nog een achterwiel. Toen ik hem kreeg, waren het allemaal losse onderdelen. Ik heb hem inmiddels weer in elkaar gezet, maar er zitten geen schroeven in. Dus dit is de. Kijken of dat lukt. Dit is de cabine. Die je er zo los af kunt halen. Dit is het hele gewicht. Met het gewicht en de stoomketel eigenlijk. Wat je er zo uit kunt halen. Hier zitten de. Oeps. Ach, hier zitten de onderdelen van het ijzerwerk, de wielen en de verlichting. Maar geen motor, want die zit hierin verstopt. Zo. De motor is een klassieke oude, hoe noem je deze ook alweer? Een klassieke oude motor in ieder geval van Fleischmann, zoals Lima die ook nog heel graag gebruikt heeft. Maar hier, alle wielen zijn voorzien van anti-slipbanden, dus deze kan geen stroom oppikken. Dat wordt gedaan eigenlijk aan deze kant. En het wordt dan, als je hem helemaal volledig hebt, met kabels naar de tender gebracht waar dan de motor zit. Dus dit is een. Er ontbreken nu een heleboel onderdelen nog aan. Maar het is een leuke trein. Het is echt een van de eerste echt grote stoomlocomotieven die ik heb. En ik hoop op termijn nog eens een keer een oude tegen te komen die wat onderdelen mist, zodat ik er weer een hele van kan maken. En tot die tijd houd ik deze opgeborgen. Zo in zijn geheel. Maar desondanks dat het dus niet compleet is, ik vind het wel een heel mooi ding. Leuk. Leuk om naast de baan te zetten voor de niet-kenner zou er misschien nog in kunnen trappen dat die compleet is.